Wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Zoals je achter mij kunt zien, sta ik voor mijn kledingkast. En ik ga vandaag in deze video mijn kledingkast uitruimen. En de spulletjes die eruit komen. En die ik niet meer ga dragen of niet meer of nog nooit gedragen heb of amper gedragen heb. Die ga ik uit mijn kledingkast halen en die ga ik verkopen op United Wardrobe. En dat is een kledingsite, een tweedehands kledingsite. En ik ben tegenwoordig best wel verslaafd aan die kledingsite. Ik ga eindelijk na weken mijn kleding opruimen. Oké, ik ga beginnen met de kast hier achter mij. Ik heb namelijk 1, 2, 3 kasten. Een soort van 3 kasten, dus eigenlijk 2,5. Nou, ik begin gewoon met dit gedeelte, het hanggedeelte. Daar zit namelijk ook het meeste op. En ik begin gewoon vanaf deze kant. Ik heb hier al een heel deel van de hangers uitgehaald en die heb ik hier neergelegd. Want het paste niet meer. Nou moet ik zeggen, als ik ze zo heb, dat ik het best wel een ruim stuk heb. Dus het zit me weer aan het denken van, ik kan weer dingen kopen. Deze ja, is pas nieuw eigenlijk en die hou ik nog. Ja, dit hou ik ook nog, want die is ook nog pas nieuw. Dit blouseje. Ja, ik ga deze halen. Dit rode blouseje, uiteraard rood, hou ik. Deze body, nog maar net nieuw, vorig jaar gekocht, dus deze hou ik, of van de winter gekocht. Deze is net nieuw, is in een shoplog voorbij gekomen trouwens. Deze is van de Cool Cat, dus die is ook nog nieuw. Mijn rode trui shirtje met lange mouwen, ja, die hou ik ook. Deze is iets warmer, ja, deze hou ik ook, die heb ik ook nog niet zo heel veel aan gehad. Van de Cool Cat. Ja, deze hou ik ook. Ik denk dat het meeste deel wat ik hierin heb zitten, dat ik toch wel hou. Dit blouseje heb ik ook, ja, regelmatig, ja. Ga ik ook houden. Die ga ik houden. Kijk, dit is zo'n gevalletje van, zal ik die houden of zal ik die niet houden? Oké, dit is even een twijfelgeval. Die heb ik niet zo heel veel aan gehad, maar het is een heel erg leuk blouseje, maar toch net niet helemaal mijn ding meer. Dus, net niet. Oké, deze hou ik wel. Die is van de Zara. Deze hou ik ook. Deze hou ik ook. Deze hou ik ook. Dit is een t-shirt. Nou kom ik bij de t-shirt. Dit zijn dus de t-shirts met lange mouwen. Die heb ik dus op één ding gezet. Op één stuk. En nu komen de t-shirtjes met korte mouwen. En daarna komen mijn hemdjes. Dit t-shirt is net nieuw, net nieuw. Deze, ja, die heb ik al wel weer een tijdje. Ik vind hem op zich wel leuk, alleen ik vind hem een beetje groot geworden. Alleen deze heeft nogal herinneringen, dus die kan ik niet zo heel snel wegdoen. Want deze ben ik de eerste keer mee naar Utopia gegaan, dus ja, heeft voor mij wel herinneringen. Die hou ik nog, die is net nieuw. Ja, deze. Die trek ik al niet meer aan. En die ziet er ook al niet zo heel erg. Ja, dit is ook even een twijfelgeval. Ja, deze is nog heel erg leuk. Maar heeft ook voor zijn twijfelgeval. Maar deze hou ik denk ik dan nog wel. Deze is nog super leuk. Er zit hier een lelijke vlek op. Dan heb ik deze blauwe. Ja, deze heb ik dus niet zo heel veel aan gehad. Dan kom ik nu aan bij de hemdjes. Deze heb ik nog niet zo heel veel aan gehad, maar die wil ik nog wel houden. Deze, ja, die is ook nog net nieuw. Houden. Oh, kijk. Deze heb ik wel aan gehad, maar is niet echt mijn ding. Ik vind hem heel erg leuk, maar hij valt heel erg wijd uit. Ja, ik vind hem wel leuk, maar nu kom ik dus aan bij de jurken. Ja, deze is net nieuw. Deze is ook nog heel erg leuk. Deze heb ik niet zo heel veel aan gehad, maar die bewaar ik. Deze is nog net nieuw. Deze heb ik van een vakantie aan gehad, dus leuk op vakantie. Deze tuinbroek is, ik vind deze wel heel erg leuk, dus deze hou ik ook. Ik denk dat van de jurken uit eigenlijk niks weggaat.
Ja, dit is ook net nieuw. Dit is ook nog heel erg leuk. Dit is net nieuw. Dit is net nieuw. Deze is een twijfelgeval. Want ik vind die niet heel erg leuk. Dan heb ik deze is ook nog heel erg leuk. Deze is te leuk, die ga ik niet wegdoen. Deze is ook nog heel erg. Wat zit hier allemaal voor de pluisjes op? Die heb ik ook op vakantie meegenomen. Van vakantie. Mijn tuinpakje is ook nog heel erg leuk. Deze jurk. Nee, die ga ik ook niet wegdoen. Ja, qua jurken ben ik echt wel heel slecht om iets. Die heb ik nog net nieuw. Ja, dan kom ik aan bij deze. Deze zit nog verkeerd om ook nog. Dit is een tuin. Een jumpsuit. Als je het zo. Ja, broek pak aan elkaar. Ja, dit is een jumpsuit. En deze heb ik niet zo. Ja, heb ik wel veel aangehad, moet ik zeggen. Mijn kerstjurk, die hou ik. Mijn kerstjurk, nou, dat was hem hier. Oké. De laatste. Op zich eigenlijk valt wel mee hoeveel kleding ik eigenlijk heb, als ik het zo. Ja, ik begin hier weer vanaf voren baan. Zo. Oké, dit zijn allemaal dingen die wil ik eruit hebben. Dat vind ik echt niks. Deze jumpsuit. Die ligt hier omdat ik dus niet wist of ik die nog überhaupt ging aantrekken. Maar die ga ik even passen en anders dan gaat die weg. Een vest. Die hou ik. Deze moet naar beneden toe. Ja, mijn leuke kersttruien, die bewaar ik sowieso. Die gaan never nooit weg. Echt never nooit. I love kerst. Deze trui. Ja, truien, ja, daar heb je nog niet genoeg van. Ja, deze trui vind ik niet zo prettig zitten, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus, ik denk dat ik deze weg ga doen. Ik ga hem nog wel even een keertje passen. Maar ik vind hem zelf niet zo prettig. Dan komt hij wel in mijn favoriete winkel uit België. Deze trui is net nieuw. Deze trui draag ik ook nog veel. Dit hesje, dat doe ik dus al heel lang niet meer aan. En dan heb ik eigenlijk, zit ik eigenlijk al een paar jaar, zeg ik zoiets van, ja, ik moet hem dit jaar aantrekken. Ik moet hem dit jaar aantrekken. Maar ik trek hem eigenlijk nooit meer aan. Dan hebben we deze. Deze heb ik nog wel regelmatig aan. Dit is net nieuw. Deze, ja, die wil ik wel bewaren. Deze heb ik ooit gekocht. Deze blazer. En eigenlijk heb ik die nog maar één keer aangehad bij een sollicitatiegesprek. En sindsdien heb ik hem eigenlijk nooit aangehad. Deze is altijd nog handig. Deze heb ik ook nog regelmatig aan. Er zit wel een flink gat in, moet ik zeggen. Hier, ik kan zo mijn vinger insteken. Dus deze draag ik even gewoon helemaal af en dan gooi ik hem weg. Deze is net nieuw. Deze wil ik ook niet wegdoen. Deze doe ik ook niet weg. Deze is ook nog goed. Ja, deze gaat ook weg. Het is ook zoiets van, die moet je eigenlijk dragen, maar uiteindelijk draag je hem nooit. Dit is mijn chill vest. Die ga ik gewoon niet wegdoen, nog niet. Mijn Belgische vlag doe ik niet weg. Dit is een slaapoutfit. Ja, mijn Belgische shirt doe ik niet weg. Deze gaat ook weg. Dit is ook een top. Ja, ik heb hier spulletjes liggen dat ik dus eigenlijk zoiets heb van, ik moet het eigenlijk nog aantrekken, maar het ziet er eigenlijk niet meer echt uit of ik vind het niet meer mooi. Deze heb ik ook nog niet zo heel veel aangehad, ook op één hand te tellen. En deze gaat ook weg. Deze ga ik nu echt afscheid van nemen. Heb ik ooit een keer gekocht, maar heb ik spijt van gehad. Kon niet meer terugsturen. En deze gaat ook weg.
Oké, ik ga eventjes de kleren laten zien die ik dus nu wegdoe. Dat is onder andere deze blazer. En ja, het is gewoon een leuke blazer, alleen ik doe hem nooit aan. Ik heb hem ooit één keer aangehad. Dit hetzelfde voor dit shirtje. Het is gewoon een heel zwart basic shirtje. Met hier zitten wat soort van neppe gouden details. En hier achterop staat een kruis, als je dat heel goed kunt zien. Ik weet niet precies of je het ziet, maar... Dan heb ik dit leuke jurkje. Ja, ik vind hem op zich, vind ik hem aan de ene kant vind ik hem wel leuk, maar aan de andere kant, ja... Hiervoor zit een touwtje. Dat kun je maar strakker maken of zo. Voor je middel. Is voor mij niet nodig. Hier zit een ritsdetail. Hier zit een ritsdetail. Maakt hem toch wat meer speelser. Hier zit een zakje. Een echt zakje. En ja, dit moet je maar kijken of je hem nou zo helemaal dicht doet. Ja, vind ik niet zo heel erg sierlijk. Dit hemdje, topje, heb ik eigenlijk niet zo heel veel aan gehad. En het is leuk roze. En hier aan de onderkant zit een wit dingetje. Een wit topje. Zit er wel aan vast. En ook dit topje gaat weg. Topje, hemdje. Ja, het is gewoon een heel erg leuk topje. Als ik dit topje zie, dus toen ik het in de winkel zag, moest ik gelijk denken aan mezelf en mijn zusje. Ja, ik weet niet. Dit is, ook al hebben we niet de haarkleur of zo, maar ik weet niet. Vind ik gewoon als zusjes... Ja, daarom heb ik hem toen ook gekocht. Hier zit een leuk detail. En dat is een klein zakje met chic de letters. Nou, dan heb ik nog twee leuke topjes. Dat is eentje van dit, een topje. En deze gaat ook weg. Dit is echt een super leuk topje. Ik weet niet, misschien ga ik hier spijt van krijgen als ik deze überhaupt verkocht heb. Maar, nee. Nee, hij hangt, zit dat te lang in mijn kast? Nee. Ik ga hem verkopen. Iemand die hem wel kan gebruiken en die hem graag wil gebruiken. Dus al deze producten die ik heb laten zien, staan allemaal op United Wardrobe. Een link staat hieronder in de beschrijving. Volg me zeker. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden, mijn kledingkast opruimen. Zo ja, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Dat doe je op die rode button te klikken. Gewoon klik. Bent geabonneerd. Het is gratis, je hoeft niks te betalen, er zit geen maandtermijn of iets aan vast. Het is gewoon gratis, dus abonneer je vooral even op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!